Heb je een Revit Dominator Gore-Tex pak of zoek je gewoon het beste van het beste, dan is de Revit Dominator Gore-Tex handschoen de handschoen die jij moet hebben. Ik ben Justin van Motor Kleding Center TV en in deze video ga ik jullie meer vertellen over de Revit Dominator Gore-Tex handschoenen beschikbaar op motorkledingcenter.nl. De Revit Dominator Gore-Tex handschoenen zijn de handschoenen voor de mid-season rider die graag op een tourmotor zitten, maar eventueel ook nog wel met een allroad motor rondrijden. De handschoenen zijn volledig van leer gemaakt en we zien er aan de bovenkant zien we een afwerking van geitenleer en aan de binnenkant zien we een afwerking van pittardsleer, wat een heel soepel maar toch heel erg sterk materiaal is. Als we naar de veiligheid van de handschoenen gaan kijken, dan zien we een dual compound knokkelprotector die we ook terugzien in de GP handschoen, namelijk de GRS, waarmee ze ook rijden in de MotoGP. Ook zien we nog PU geïnjecteerde sliders bovenop de vingers, aan de zijkant van de pink, op de duim en ook nog aan de binnenkant van de handpalm. Daarnaast zien we natuurlijk ook nog een extra stuk leer voor een hogere slijtvastheid van de handschoen. Als we naar de binnenkant van de handschoen gaan kijken, dan zien we dat de stiknaden aan de buitenkant weggewerkt zijn voor een beter gevoel met de motor en zodat je ze niet voelt aan de binnenkant. Ook hebben we weer een extra grip patch wat je meer grip moet geven met je motorfiets en ook een hoge duurzaamheid van de handschoen. En dit zien we ook weer terug op de wijsvinger en op de middelvinger, zodat je veel grip hebt en veel gevoel op je rem of koppelingshendel. Ook is de Dominator Gore-Tex uitgevoerd met de Gore Grip membraan, wat wil zeggen dat regen er niet uit kan, maar dat zweet er wel uit kan verdampen zodat je nooit benauwde handen krijgt. Het verschil met Gore-Tex en Gore Grip is dat bij Gore Grip zijn de bepaalde lagen aan de binnenkant van de handschoen met elkaar verbonden, waardoor je meer gevoel houdt in je motor. Daarnaast zien we ook nog reflectie aan de zijkant van de hand en zien we dat de sluiting werkt met een enkele sluiting die ook nog eens helemaal bovenaan de handschoen doorloopt, waardoor die over heel de hand goed aangesloten zal zitten. Wil je op de hoogte blijven van alles wat Motorkleding Center doet? Volg ons dan op Facebook, Instagram of abonneer je op ons YouTube-account. Vond je deze video nuttig? Klik dan op het duimpje omhoog. En wil je weten wat voor jou de ideale maat handschoen is? Blijf dan even hangen. Ik ben Justin van Motorkleding Center TV en bedankt voor het kijken.